dat ik wel eens me ergens bevind op een feest of zoiets. En dat ik dan mensen om me heen hoor zeggen van ja, oh, die buitenlanders of die dat. Vraag ik me ook af van oké, val ik in jullie ogen ook onder die groep als een buitenlander? Of ben ik dan weer in jullie ogen Nederlands? En dan weet ik zelf ook niet wat ik liever zou willen hebben eigenlijk. Dat ik me daar wel echt realiseerde van oké, dit is eenzaamheid. En dat ik het ook kon herkennen. Dit gevoel komt echt door het feit dat ik nu het gevoel heb dat ik niemand heb om mee te kunnen praten over dit probleem. De cijfers van eenzaamheid laten zien dat 50 tot 60% van de jongeren zich eenzaam voelt. En dan voelt 15 tot 30% zich sterk eenzaam. Je luistert naar de Hey, het is oké podcast. De podcast die gaat over eenzaamheid onder jongeren. Het kwam wel naar voren dat ik vaak 's avonds me echt eenzaam voelde. Zolang ik me kan herinneren was ik altijd de enige buitenlanders, om het dan zo te zeggen. Mensen met ouders uit een ander land. Van binnen voelde ik wel die eenzaamheid, maar van buiten liet ik het ook niet echt merken. In 5 afleveringen ga ik, Rijnjan Prakker, op bezoek bij jongeren in het hele land. Om te praten over je alleen voelen en eenzaamheid. Want wanneer voel je je eigenlijk echt alleen? Wat voor effect heeft eenzaamheid op je leven? En hoe kan je die gevoelens delen met anderen? Aflevering 3. Alleen tussen 2 culturen. Op een iets wat bewolkte dag loop ik de Action in Nijmegen binnen. Achter de kassa zit een 19-jarige studente met krullend zwart haar, mooie grote ogen en een ronde bril. Hoi. Jij bent Janet, denk ik? Ja, Jeanette. Ik heb afgesproken met Jeanette. Een Nederlandse studente met Marokkaanse ouders die opgroeide in een klein dorp in Limburg. En sinds een jaar op kamers woont in Nijmegen. Sta je altijd achter de kassa of wat doe je? Nee, dat is normaal niet. Ja, ik was tot 2 weken terug was ik leidinggevende. Ah, maar volgende week is mijn laatste week. En ga je wat anders doen? Of ga je... Ja, ik heb een baantje op de universiteit nu. Als studenten medewerker communicatie. Dus dat is wel gaaf. Dat is cool. Ja. Jeanette is ambitieus. Ze is al enkele jaren leidinggevende in verschillende winkels geweest en gaat in het tweede jaar van haar studie werken op de universiteit. Daarnaast heeft ze een groot sociaal netwerk en wordt ze op handen gedragen door haar vrienden. Jen is a really funny person. I get along with her pretty well. We have the same humor. She is very good in academia, but also I would say that her social skills are pretty nice. Jeanette is vooral echt heel hardwerkend. Dus ze steekt ook 100% in alles wat ze doet. Very energetic, like a lot, but in a good way. Active, moving, dancing. Ze is slim, praat makkelijk en heeft heel veel mensen om zich heen verzameld die om haar geven. Toch heeft ze jarenlang geworsteld met gevoelens van eenzaamheid. En om dat beter te begrijpen, ga ik met haar mee naar huis. Om in alle rust te kunnen praten. En hier ben je net ingetrokken. Ja, dus halverwege augustus woon ik hier officieel. Ik ben nog een beetje in de verhuisfase. Ja, ja. Samen met 2 vriendinnen heeft ze een klein rijtjeshuis gehuurd. Even kijken, ik heb een kat, dus ik moet even kijken of ze... Ja. Het huis is daarom nog nagenoeg leeg en nog niets verraadt hier dat hier studenten wonen. Nou, wel een lekker huis dit, zeg. Ja. Dus je hebt ook gewoon een gezamenlijke ruimte hier? Of is dit een kamer van iemand anders? Nee, dit is gewoon de woonkamer. Dat delen we gewoon. En hier hebben we de keuken. Is ook gewoon allemaal Het is hartstikke netjes, man. Ja. Echt tuin ook. Mm-hmm. Die had ik niet vroeger. Nee, klopt. Ik heb best wel veel geluk ook dat we een tuin hebben en zo. Dus, Ik pak wat spulletjes uit. De kat wordt naar buiten gelaten. Ze eet nog een boterham en we gaan zitten. Nou, daar gaan we dan. Kan je mij vertellen, wie ben je, wat studeer je en een beetje hoe ziet jouw dagelijkse leven eruit? Yes, ik ben Jeanette, sommigen noemen mij ook wel Jen. Ik ben 19 jaar en ik studeer psychologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Daarnaast doe ik van alles, ik ben heel erg actief. Ik vind het leuk om te sporten, dus ik voetbal, ik dans, ik turn. Daarnaast heb ik nog een bijbaantje op de universiteit, vind ik heel leuk... is studentencommunicatie, dus ben ik een beetje bezig met social media en een beetje het creatieve video bewerken, foto's maken. Jeanette is druk. Met school, met sport, met vrienden. Ze heeft nog veel contact met haar vrienden van de middelbare school en woont er nu ook meteen samen. Toch zijn de vrienden die ze vandaag de dag op haar studie maakt uit heel ander hout gesneden.
Ja, nou, mijn vriendengroep van de middelbare school, dat zijn allemaal meiden van, ja, gewoon Nederlandse meiden. Zijn ook gewoon rond het dorp waar we naar school gingen, zijn ook ongeveer daar opgegroeid. En mijn vriendengroep hier, dat zijn echt verschillende mensen van verschillende soorten landen. Ik heb bijvoorbeeld Duitse vrienden, mensen uit Amerika, mensen uit Spanje, mensen uit allemaal verschillende plekken. Dus het is wel een wat andere groep, om het zo te zeggen. En die verandering van vrienden is iets dat ze bewust heeft opgezocht. Maar ik ben zelf in Nederland geboren. En omdat ik uit een klein dorpje kwam, was ik eigenlijk een beetje in mijn directe omgeving de enige persoon die, zeg maar, niet uit de Nederlandse cultuur kwam, om het zo te zeggen. Dus het leek mij aan de ene kant ook wel leuk en om te kijken hoe dat is om met mensen van andere culturen ook nog contact te leggen en een beetje te leren kennen. Misschien mensen te leren kennen die dezelfde cultuur als mij hebben. Mensen uit verschillende landen hebben dan weer hun eigen gewoontes en eigen trekjes. En dat is ook altijd gewoon leuk om te zien. Jeannette is op zoek naar een plek waar zij niet de uitzondering is, maar waar ze onderdeel van de groep mag zijn. Een zoektocht die al vroeg in haar leven op de basisschool begon. Met Sinterklaas en Kerst, vooral als allemaal kinderen met cadeautjes naar school kwamen en ik er zo tussen zat van, waar zijn mijn cadeautjes, zeg maar. Ook met eten bijvoorbeeld, dat we wel eens op school dan een soort van diner hadden en dat ik dan iets anders meenam dan de andere kinderen. En dat dan ook weer was van, wat heb jij? Dat ruikt vreemd. Dat soort opmerkingen. En een verschil dat toch eerst redelijk onschuldig begint, mondt in haar puberteit uit tot serieuzere problemen. Naarmate ik ouder werd, ging het ook wat meer botsen met mijn ouders daardoor. Dus dat ging dan vooral over bijvoorbeeld verjaardagsfeesten die wat later in de avond begonnen te zijn. En de dingen, zeg maar, die gebeuren rond je middelbare schoolleeftijd, dat is helemaal geen deel uit van hun dagelijks leven, want toen zij jonger waren. Ja, dus dat maakte het vooral voor mij een beetje lastig, omdat ik altijd de enige was en ik had niet echt mijn vrienden die een beetje in dezelfde positie zaten, dat we bijvoorbeeld het op een andere manier aanpakten, of dat we andere dingen gingen doen. Het was meer dat ik altijd degene was die moest afzeggen of gewoon niet kon komen, of het op een gegeven moment niet meer vraagde aan mijn ouders van dat wordt toch een nee. Dat was een beetje een eenzame periode voor mij toen, dat ik altijd alles een soort van moest missen. Want hoe zag die eenzaamheid er dan uit? Is dat ook gewoon letterlijk alleen zijn op sommige momenten? Of is dat meer een soort van emotionele eenzaamheid die je dan ervaart? Dus meer dat ik dan vanuit mezelf en heel veel FOMO ervaarde, omdat ik op sommige momenten er niet bij kon zijn waar ik dat heel graag wilde. Maar ook gewoon dat ik het er met niemand over kon hebben voor mijn gevoel. Want als ik het met mijn ouders erover probeerde te hebben, dan was het vanuit hun gevoel van, dit is gewoon hoe het is. Het is een beetje raar dat je dit wil. En als ik dan met mijn vrienden erover had, dan was het meer zo van, jammer, maar zij kunnen daar ook niks in betekenen. Dat was niet echt dat ik het met iemand kon hebben die het herkende en kon zeggen van, ik ga er zo mee om, of ik heb dat ook. Dus misschien kunnen we er samen wat aan doen, of kunnen we er samen iets aan doen, zeg maar, dat we samen afspreken op een andere manier, dat dat wel mag. Heb je dan het gevoel dat je in beide situaties, zeg maar, een deel van jezelf verborgen moet houden? Of kan je me proberen uit te leggen hoe dat voelt om eigenlijk zo tussen die twee culturen in te zitten voor je gevoel? Thuis bij mijn ouders waren er best wel wat dingen die ik ze niet vertelde. Niet op de manier van, dit mag niet, dus ik hou dit achter, maar meer op de manier ook van, ze zouden dit niet begrijpen, ze zouden hier het verkeerde uithalen. Dat ik bijvoorbeeld iets vertel over een feestje en dat ik dan meteen de vraag krijg van, heb je alcohol gedronken? Dan komen ze altijd met de verkeerde vraag, om het maar zo te noemen. Maar ook dat ik over best wel wat dingen het niet zo makkelijk met hun over kon hebben. Dus dat ik daar een beetje het brave Marokkaanse meisje was dat nergens heen ging. En op een bepaald moment was het ook zo dat ik nergens heen ging. Dus dat ik ook niet zoveel mijn ouders te vertellen had. In de tweestrijd tussen twee culturen zat Jeannette meer dan eens ongewild thuis, terwijl al haar Nederlandse vriendinnen lol trapten. En zo raakte ze gevoelsmatig steeds geïsoleerder en voelde ze zich door beide culturen niet begrepen. En dan was het bij mijn vrienden zo van dat ik daar juist soms niet naar feestjes mocht. Dat zij dan niet snapte waarom dat was. En dat ik dus ook een beetje niet echt met hun kon hebben over de dingen die ik dan thuis deed. Bijvoorbeeld, het is Ramadan of het was suikerfeest. De frustraties over en weer groeien. En zeker in de decembermaanden, waarin het donker en koud is en al haar vriendinnen feestdagen vieren, heeft Jeannette het lastig. Dit soort feestdagen kan het soms zijn dat ik me best
niet fijn voel. En dat ik een beetje het gevoel heb van dat ik buitengesloten word. En dat ik een beetje inderdaad eenzaam ben. En langzaamaan glijdt ze weg. Ze wordt somberder en raakt geïsoleerder. Het was ook vooral dat een tijd het echt heel erg slecht ging. Dat ik bijvoorbeeld niet sliep 's nachts. Maar dan expres zelf dat ik opbleef. Dat ik dan overdag echt helemaal kapot was. Totdat haar schoolvriendinnen wanhopig worden en ingrijpen. Door haar mentor aan te spreken. En dat ik dus toen ook aan de kant was gehaald door mijn mentor. Dat we een gesprek hadden gehad. En dat ze toen inderdaad, dat ik dacht dat het over schooldingen ging. En dat ze toen opeens zei van vrienden van je zijn bij mij langs geweest. En ze maken zich heel erg zorgen om jou. Kunnen wij iets voor je doen? Of wat is er aan de hand? Dus dat was wel een moment waar ik eerst best wel schrok van dit gesprek zag ik niet aankomen. Maar in de long run heeft dat wel geholpen. Want dan toen ook dat zij dat wist, was ik ook wel opgelucht dat ik het niet zelf tegen hoefde te zeggen. En op een gegeven moment dat er steeds meer rekening met mij werd gehouden. Of dat er op me werd gelet. Of dat ik inderdaad daadwerkelijk naar een psycholoog kon. En dat ik de diagnose kon krijgen die ik nodig had. Over de eenzaamheid leert ze net praten. En de ADHD-diagnose die ze krijgt helpt haar te begrijpen waarom haar hersenen soms net iets anders werken dan die van veel leeftijdsgenoten. Ze krijgt weer meer grip op haar leven. En weet dat als ze gaat studeren, ze op zoek wil naar een plek waar allerlei verschillende culturen samenkomen. Ik ben 2 keer naar zo'n lecture geweest, maar dat komt omdat Fedona's in die commissie zit. Ik volg Jeannette en haar studievriendin als ze fietsen naar de universiteit. En vrij direct zie ik de gangmaker in haar loskomen. Bro, they put up a whole podcast studio in my kitchen. I like turned around, there was like 3 huge... Vol enthousiasme vertelt ze haar vrienden over de podcast. En ze heeft ook haar vriendin Roberta gevraagd om aan de podcast mee te werken. Want voor elke aflevering vragen we jongeren om iemand uit hun omgeving in vertrouwen te nemen. En ze te vertellen over hun eenzame gevoelens. Want praten over je gevoel is enorm belangrijk om je gevoel een plek te geven. Dat leer ik als ik even later in gesprek ga met wetenschapper Erik Schoenmakers. Hij doet onderzoek naar eenzaamheid onder jongeren. Ik denk in ieder geval dat het superbelangrijk is om te praten over de dingen die je bezighouden. Om meer redenen denk ik dat. Maar de belangrijkste is dat op het moment dat je uit, dat dingen ook vorm krijgen in je hoofd. Dus dat je er woorden voor gaat vinden die je misschien in je hoofd niet gevonden had. En omdat een andere vraag terugstelt, dat je daardoor ook nieuwe woorden krijgt voor iets. En gewoon verschijnselen in je leven een plek kan geven, zoals eenzaamheid. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om dat te doen. En ik denk dat het in ieder geval belangrijk is om iemand te vinden aan de andere kant van die communicatie die echt naar jou wil luisteren en niet met allerlei oplossingen wil komen. Dus dat is meteen ook een advies aan de ander. Als er iemand naar je toe komt met een probleem zoals eenzaamheid, probeer gewoon te luisteren en de ander de kans te geven om echt het verhaal te vertellen zonder het in te vullen voor de ander of zonder met oplossingen te willen komen. Want die oplossing heeft die ander vaak ook wel bedacht. Praten over je gevoel werkt dus echt. Maar probeer iemand te vinden die goed naar je kan en wil luisteren. Terug naar Jeannette. Hey, straks gaan we met een vriendin van jou, of ga jij met een vriendin van je praten? Ik hou dan lekker mijn mond. Kan je me vertellen wie dat is en wat zij betekent in jouw leven op dit moment? Ja, daarvan heeft mij het Roberta. Is een meisje uit Litouwen. Zij is dus ook een van die mensen die echt wel een band probeert te houden met thuis. Zij is echt heel duidelijk in haar cultuur van we doen dit zo, we eten dit thuis. Dat soort dingen. Zij is ook heel erg nauw met haar vrienden en familie thuis daar. Maar tegelijkertijd is zij ook wel iemand die ik de laatste tijd als eerste een berichtje stuur als er iets gebeurt. Of als eerste iets vertel als ik iets heb om te vertellen. Daarnaast is zij ook in mei organiseerde onze studievereniging een reis naar Marokko. En ze verraste me heel erg toen ze zei dat ze meeging op die reis. Roberta werd verliefd op Marokko. En leerde de cultuur kennen op een manier die geen van Jeannette's Nederlandse vrienden ooit meekreeg. Sindsdien voelt Jeannette een speciale band ontstaan, die haar heel dierbaar is. Na college komt Roberta in de ruimte die Jeannette voor ons heeft gereserveerd. En ik geef de microfoon aan Jeannette. We've been friends for like a year. It's not like a very long time, but I feel like within the past year we've been able to get quite personal, and talk to each other, have a good time, and stuff. Indirectly, I feel like you've even helped me with this thing, though you didn't know about it. All right. I thought that was like the perfect moment to like let you know. That's so sweet. Thank you. In general, for me, a thing that I've been struggling with for longer than I initially thought, is
you know, like my identity, and especially like me growing up as a Moroccan girl in the Netherlands. So it was always like I felt like I grew up somewhere where I had no one who was like me or like had similar experiences to me, basically. Yeah, because especially when I was like in high school, it's kind of a very bad time for me, especially because I was also dealing with my ADHD thing before I was diagnosed. And yeah, I feel like especially then I didn't really have anyone to turn to or to talk to about this part that I was struggling with, like the loneliness regarding my identity or culture, whatever you want to call it. Something that made me very excited and also feel very good was when you went on the Morocco trip. Oh yeah. Oh my god. Yeah, so I was like, first of all, I was surprised that you were like, oh, I'll go there. And obviously you told me you had a really good time there and you really enjoyed it there. Oh, I loved it. Oh my god, I could talk about this for hours. Yeah. So yeah, like this reaction makes me very happy also, because I feel like now that I'm talking to you about this, I feel like you're one of the few people who actually went there and you experience what it's like to be there, and that you could also envision the difference between how people live there and here. So I feel like if I were to talk to you about this, that you could also put yourself in my shoes a bit better than maybe other people, because you have seen the difference and like how, yeah, basically just how different the two places are, and that is kind of hard to combine, like to combine them together. But thank you so much for sharing. That's such a sweet thing. And to be honest, I can also relate a little bit to that. Obviously not to the same extent that you experienced this problem, because I've only been living here for like a year, right? But I'm like from Lithuania, so I barely know any other Lithuanian people here. So I also feel quite connected with you on that level, that we're just from not very popular countries, like living the adult life and Jeanette en Roberta praten nog een tijdje door. En niet veel later spreek ik een opgeluchte en vrolijk kijkende Jeanette op de gang. Hey, hoe ging het? Nou, het was de eerste keer een stuk soepeler dan ik had verwacht. Dus ik ben wel een beetje trots op mezelf daardoor. Ik heb wel een beetje het gevoel dat ik in ieder geval nu iemand heb waarmee ik iets makkelijker, iets sneller hierop terug kan komen als ik hier weer een keer mee zit. En dat is heel fijn. Overal in Nederland zijn jongeren die zich alleen voelen. Of dat nou op school, op een feestje, de sportclub of thuis is. Maar praten over je gevoel is enorm belangrijk. Dan ontdek je dat je niet de enige bent. Dus deel net als Jeanette je gevoel met iemand die je vertrouwt. Want praten lucht op. Dit was de Hey, het is oké podcast. Dank voor het luisteren.